Ik ben Willem van der Ham. Ik ben 30 jaar oud en ik werk bij Transportservice Geluinen. En daar heb ik een combinatiefunctie van loodsmedewerker en vrachtwagenchauffeur. Ik ben Elena Wisselius. Ik werk bij transportbedrijf Peter Apple Transport in afdeling Oda Administratie. Mijn functie is hier voornamelijk het rietswerk, rietstrukken. Ontvangen van goederen, binnenkomst van goederen en het in de stelling zetten van goederen. Het allerleukste om te doen, dat is toch wel het heftruckwerk. Dat is toch wel echt wel mijn ding. Ik werk met grote klanten en ik controleer uren. Dat doe ik mijn werk zo. Ik zit nu vooral echt dus op de weg of in de loods. Ik wil wel graag doorgroeien binnen het transport, zeg maar. Meer mogelijkheden voor jezelf creëert eigenlijk. Ik heb eerder aangegeven dat ik meer wilde doen dan dat ik momenteel doe. En daarmee kon ik niet gelijk een functie vervullen. En dan had ze graag dat ik eerst een opleiding in de sector ging doen. In ieder geval om mijn MBO4-diploma te halen, om overal altijd aan te kunnen tonen dat ik op dat niveau kan functioneren. Ja, toch is het wel, vind ik, heel belangrijk. Zeker als je gewoon aan een opleiding begint, het is toch je toekomst. Dat je echt een opleiding volgt. Nog iets doen, ja, kies ik misschien een cursus Nederlandse taal. Dat ik niet zo lang in Nederland en ik merk ook wel op dat mijn taal moet beter zijn. Mijn uitspraak is ook moet verbeteren en dat wil ik graag. Ik vind als je iets wil, dan haal je dat ook wel. Als je daar gewoon achter staat en je hebt dan een streven naar om iets te halen, dan geloof ik wel dat je het haalt. Als ik 1000 euro, nou, dan eerst een bosbloem voor een vrouw gaan kopen. Ja, sparen denk ik. Ja, eerst even aan de kant zetten en dan ik heb verder niet dat ik denk van dat ga ik ermee doen. Als ik 1000 euro kan krijgen, zullen wij met mijn man ergens naartoe gaan. Ik doe dus al een opleiding, dus wat dat betreft ben ik dan al onder de pannen. Dus het is nu meer begeleiding om succesvol af te ronden. Ja, nieuwe uitdagingen vooral, omdat je dan op een ander niveau gaat functioneren. Als alles voor elkaar is aan het eind van de dag en alles is weer glad en opgeruimd en alles is beladen enzovoorts. Ja, op zich dan denk ik wel van nou, we toch weer voor elkaar. Ik heb niet zoiets van dat ik zeg van goh, ik wil dat nog horen of ik wil dat nog bereiken. Ja, ik heb echt wel mijn plekje gevonden, laat maar zeggen, en dat heb ik al heel lang.